En dan, afgelopen weekend stonden de deuren van honderden monumenten in Nederland wagenwijd open voor bezoekers tijdens de Open Monumentendag. Dit jaarlijkse evenement biedt een unieke kans om historische gebouwen en plekken te ontdekken die normaal niet toegankelijk zijn. Zo ook in Beek bij een tweedehands boekwinkel met een historisch verleden. Een tweedehands boekenwinkel zoals elk ander. Toch is het pand waar het zich in bevindt een historisch monument. Vroeger was het een elektrisch onderstation voor een voormalige tramlijn. Het is het voormalige onderstation van de tram, lijn 2, van de Nijmeegse netwerk. De tram die kwam het Trianusplein af, wat toen de tijd geen Trianusplein heette, volgde de stuwwal en kwam hier en had extra stroom nodig om de berg op te gaan, om naar Bergendal te gaan. En die stroom die kregen ze vanuit dit gebouw. Hier stond een transformator. Die kreeg stroom vanuit Nijmegen en die werd omgezet naar de stroom die de tram nodig had om de berg op te gaan. Het pand stamt uit 1912, een flinke tijd geleden dus. En sinds die tijd heeft het veel moeten doorstaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden er gevechten plaats en sporen daarvan zijn nog steeds te vinden in het monumentale pand. De Amerikanen zijn geland in Groesbeek, moesten richting Brug in Nijmegen. De Duitsers zaten beneden en de Amerikanen wilden ook naar beneden toe, maar dat werd natuurlijk een robbertje vechten. En dat heeft het dorp behoorlijk schade toegebracht. In dit gebouw zitten in ieder geval ook nog kogelgaten die resteren uit die tijd, uit die felle, korte gevechten die hier toen de tijd hebben plaatsgevonden. In de jaren 80 is het pand verbouwd. Vrijwilligers hebben toen de tijd de binnen- en buitenkant van het gebouw volledig onder handen genomen. Ze hebben toen de tijd hier een houten constructie in aangebracht die door een andere stichting is veranderd in een stalen constructie die meer recht doet aan de industriële jugendstil van buiten. Dat industriële zit nou ook binnen het gebouw. Tegenwoordig wordt het monumentale pand gebruikt als tweedehands boekenwinkel. Maar het pand heeft nog wel zijn historie behouden.